Welkom allemaal bij het vierde college van het keuzeblok Planetary Health. En we hebben vandaag het genoegen Marcel Olderikkert te verwelkomen. Hij is hoogleraar geriatrie aan het Radboud UMC. En doet veel onderzoek ook naar complexiteit en naar resilience. Wat we geleerd hebben in het vorige verhaal. Wat veerkracht betekent in het Nederlands. Dus Marcel, ik geef jou het woord. Dankjewel Hugo. Genoegen om aan deze reeks ook een bijdrage te kunnen leveren. Ik neem jullie graag mee op een tocht inderdaad naar resilience, complexiteitswetenschap en wat dat te betekenen heeft voor deze agenda Planetary Health. En ik zal ook een beetje proberen duidelijk te maken wat in hemelsnaam een hoogleraar geriatrie daarmee te maken heeft. Dus dat is de inhoud van mijn verhaal. Ik zal het scherm gaan delen als Zoom mij gaat ondersteunen. Als het goed is, zien jullie nu een startdia die al het figuurtje aangeeft van Planetary Health en Public Health en de raakvlakken daartussen, Global Health, One Health. Ik wou daar in het begin inderdaad even bij stilstaan. Wat is dat begrip nu? En vervolgens met jullie meereizen naar complexity science, resilience en tipping points. En natuurlijk gaat het om welke volgende stappen moeten we nemen. En ik doe dat, zoals ik al zei, vanuit de geriatrie. Specialisme in het ziekenhuis, maar ook transmuraal. En ik doe dat ook als hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. En wij hadden in ieder geval het genoegen om vorig jaar onder andere mee te doen met een wereldwijde actie van ruim 220 medische tijdschriften om een call to action te verspreiden. Daar zal ik nog op terugkomen. Maar eerst die Planetary Health. Ik heb met Hugo afgesproken dat als er vragen zijn tussentijds, zet ze in de chat. Dan kunnen we gewoon erover uitwisselen. Hoeft niet helemaal tot aan het eind te wachten. Maar Planetary Health even om de gedachte te bepalen. En ik steun daarbij vooral op de kennis van Johan Makkenbach, emeritus hoogleraar publieke gezondheidszorg. Planetary Health definieert hij eigenlijk als de interactie tussen aan de ene kant de veranderingen van klimaat, veranderingen in biodiversiteit, eigenlijk van de hele leefomgeving in interactie met gezondheid. Dat is de ene kant. En die heeft, en daar weten jullie al heel veel van, ook uit de vorige verhalen, die heeft een grote veelvormigheid. Dat gaat vanaf effecten die rechtstreeks met hitte te maken hebben, hittestress. En daar raakt het ook weer ouderenzorg. De meeste sterfte, oversterfte is dan bij ouderen. Maar het heeft ook te maken met psychiatrische, psychische klachten, niet goed kunnen slapen bij toenemende hitte. Maar het heeft ook te maken met natuurlijk met andere infectie, ziekte, druk. Andere factoren, het heeft direct te maken met COVID, het heeft te maken met mensen met longproblemen, hartproblemen, die fijnstof niet goed kunnen verdragen. Dus een veelvormigheid zit er in die eerste relatie van omgevingsverandering door de mens uitgelokt en gezondheid. Maar het heeft ook die relatie omgekeerd. Dat zijn de twee relaties eigenlijk in Planetary Health. Ook healthcare heeft impact op de verandering in het klimaat, op de biodiversiteit en heeft ook schade, brengt schade toe aan de omgeving. Denk alleen maar aan de hoeveelheid geneesmiddelen die we in reststoffen verspreiden in ons milieu, waar gelukkig nu wel aandacht voor is, maar wat toch een belangrijke impact heeft. Nou, dit is dus de Planetary Health waartoe ik mij ook zal verhouden en zal proberen dat begrip van resilience wat te verduidelijken vanuit complexity science. Nou, allemaal wollige taal, complexity science, wat wil dat dan zeggen? Daarbij leun ik eigenlijk om te beginnen op Ilya Prigozhin, een Nobelprijswinnaar in de chemie. In het midden van de vorige eeuw heeft hij belangrijk werk gedaan vanuit de chemie en heeft laten zien dat vanuit de thermodynamica dat heel complexe chemische systemen, als je daar energie aan toevoegt, dat dan ineens andere structuren kunnen ontstaan. En dat heeft hij genoemd eigenlijk de emergentie
van complexe structuren. Hij is daar verder over onderzoek gaan doen. Hij heeft erover geschreven. Een paar landmark books zijn van zijn hand verschenen. Ook breder dan alleen de chemie. Hij werd eigenlijk humanist. Hij werd getriggerd door heel veel van de problemen in zijn omgeving. En hij heeft ook dat concept van complex adaptive systems eigenlijk mee op de wereld geholpen. Complex adaptive systems. Dat is eigenlijk de kern van complexity science. En die vallen uiteen, die complex adaptive systems, in systemen. En ik heb hier de kernzaken opgeschreven. Die bestaan uit meerdere interacterende onderdelen. En dat zijn onderdelen, netwerken in feite van mensen, netwerken van organisaties, maar ook op een kleinere schaal netwerken van celorganellen. Allemaal sterk interacterende onderdelen die in feite langs verschillende tijds- en ruimteassen met elkaar van doen hebben. Je hebt acute stress, op heel korte termijn kunnen mensen reageren, maar je hebt ook natuurlijk heel lange tijdsassen waarin we het klimaat beïnvloeden. En dat gaat niet alleen maar via lineaire mechanismen. Dat heeft ook van alles te maken met non-lineaire mechanismen die een zekere mate van probabiliteit hebben, maar ook heel veel toeval in zich hebben. Toeval door externe stressoren die onvoorspelbaar zijn. Nou, dat geheel aan elementen, dat zie je terug in complexe adaptieve systemen. En daar is een... daar heeft hij heel veel werk aan toegankelijk gemaakt voor heel veel mensen. Een anekdote is dat hij op een gegeven moment ook zijn zoon zou willen uitleggen wat emergentie is eigenlijk. En hij is dan met zijn zoon bezig in het toen en nu eigenlijk ook nog fameuze boek War on the Worlds van H.G. Wells. Hij leest daar een stuk in voor, een van de meest spannende passages. En dan zegt hij, kijkt hij naar zijn zoon en zegt van, en hoe loopt het af? Ja, zegt hij zoon, dat weet ik ook niet hoe het afloopt. En dan zegt hij tegen zoon, de woorden van jou, die maken het af. Jij maakt het verhaal af. En daar doelt hij natuurlijk dan op. Ja, ieder kan bijdragen aan een nieuw emergent systeem. En dat is de manier waarop hij die kennis wetenschappelijk en niet wetenschappelijk in boeken heeft verspreid. Daar is bijgekomen het zogenaamde Sinefin Scheme. Dat is een schema wat eigenlijk die complexiteit wat handvatten geeft voor de praktijk. En je hebt daar linksboven een domein met complexe mechanismen. Maar je kunt dat afzetten, je kunt dat afgrenzen van gecompliceerde systemen, van zelfs chaotische systemen en rechtsonder van voorspelbare obvious systems. En zo kennen we in de geneeskunde natuurlijk, zeker denkend aan COVID, een periode van start van de pandemie die absoluut chaotisch was. Niemand wist wat er gebeurde, tot we daar de eerste handvatten en de eerste kennis over hebben gekregen. En het eigenlijk verschoven van een chaotische omgeving naar een heel complexe omgeving, nog niet goed te managen, die langzamerhand gedurende de pandemie op een aantal punten, zoals het maken van vaccins, het geven van vaccins, meer ging naar een heel gecompliceerde logistiek. We zijn nog niet, denk ik, in het kwadrant rechtsonder met COVID, maar we hebben elementen van complex beleid en van gecompliceerd beleid door elkaar. Nou, dat is ook een manier om complexity science handen en voeten te geven in allerlei vormen van beleid en organisatie en wetenschap. Waarom nu vanuit de geriatrie? Nou, dan neem ik jullie graag mee naar een patiënt, een meneer De Bruin, die jullie links zien op het blauwe fotootje. Meneer De Bruin, die ken ik al heel lang. En die heb ik ook gevraagd, omdat hij zo'n fantastisch markante hoofd heeft, om mee te doen met ons en ook zijn beeld te lenen als een soort logo voor de afdeling geriatrie. En daar heeft hij in toegestemd. Vond hij een eer, vond hij leuk. En mocht ook met naam genoemd worden. Dus sinds zo'n 15 jaar hebben we meneer De Bruin als logo voor de geriatrie op de voorgrond met een dokter op de achtergrond. Maar
meneer De Bruin werd ook wat kwetsbaarder. Hij kreeg problemen, hij kreeg last van afhankelijk zijn gewrichten, hij kreeg daar pijnstilling voor, hij kreeg ook last van hartfalen. En daar heb ik hem uiteindelijk ook voor gezien en voor kunnen behandelen. Dus hij kwam ook geregeld bij mij op de podium. En jullie zien aan de rechterkant meneer De Bruin veel later. Toen ik na 10 jaar in een weekend nogmaals bij hem gevraagd werd. Ik had toen toevallig weekenddienst. En toen ging het helemaal niet goed met meneer De Bruin. Werd hij toenemend kortademig en werd ik opnieuw gevraagd om te kijken of we iets konden doen. De landschapsplaatjes daaronder geven eigenlijk een soort beeld van resilience. En je ziet hier de nog stevige, robuuste meneer De Bruin, die in die tijd ook kampioen zwemmer was. Hij zwom tot diep in de 80 en was heel fit en robuust. En als er dus een stressor kwam, en je kunt hier meneer De Bruin voor denken, dan gaf hij wel wat effect, een stressor, bijvoorbeeld een griep. Maar hij zat in een heel resilient landscape. Dat wil zeggen, hij veert meteen terug naar zijn evenwichtssituatie. En er moest wel heel veel gebeuren, wilde hij over een tipping point gaan en langer in een ziektestaat blijven. Dat gebeurde vrijwel niet. En hij deed er ook zelf van alles aan om resilient te blijven. Hij bleef in beweging. En hij zei ook wel, ik ben wel eens bij hem thuis geweest, dat zijn zwemwedstrijden werden steeds leuker voor hem, want eigenlijk op een gegeven moment, als hij aan de start kwam, dan wist hij al dat hij een medaille gewonnen had, omdat er maar 3 mensen boven de 80 nog meezwommen. Dus zo resilient bleef hij. Maar hier is hij minder resilient. En is het tipping point naar een ziektestaat heel gemakkelijk te passeren. En is die stressor die hier niet genoeg was, die is hier heel sterk. Dat soort landscapes worden in de complexity science gebruikt. En worden ook modelmatig onderzocht met mathematische formules. Om daar ook simulaties mee te kunnen doen. Aldoende bleek mij dus dat die modellen, die landscapes, die waren nuttig. Die waren bruikbaar voor geriatrie. Om de persoon, de oudere persoon, als complex systeem ook beter te begrijpen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de ziekte van Alzheimer. Ook daar speelt een heel complexe aandoening die natuurlijk op het brein uiteindelijk zijn effect heeft. Je ziet hier het schaaldeel van het brein en op moleculaire grondslag daaronder weten we allemaal dat er amyloïdstapeling is en dat er touwtangles zijn. Maar we weten ook door al die trials die geweest zijn op het amyloïd opruimen, dat dat uiteindelijk allemaal niks heeft geholpen en de dementie, de Alzheimer, niet heeft verminderd. En dat heeft ermee te maken dat er heel veel andere mechanismen, biologische, maar ook psychische mechanismen, ook een rol hebben op en effect hebben op dat brein. Bijvoorbeeld vermindering van slaap, weten we nu dat dat ook dementie, eigenlijk risico op dementie vergroot. En bijvoorbeeld stresshormoon, cortisol, geeft ook een verhoogde kans op schade en langdurige stress bij mensen met langdurige depressie werkt die cognitieve schade in de hand. Dus er zijn heel veel mechanismen die een rol spelen, die ook op organismen of zelfs in het sociale systeem spelen en vervolgens een interactie hebben met dat brein. Nou, ook daarin, in dat soort netwerken, biedt complexity science eigenlijk tools die we tot dan toe niet hadden. En je ziet dat hier, ik ga dit plaatje niet uitleggen, maar je ziet hier al zo'n diagram uit de complexity science, waarin je biologische mechanismen aan elkaar kunt koppelen via netwerken en daar ook op die manier computational science mee kunt bedrijven. Dus op die manier kwam eigenlijk complexity science dichter bij ons, in een tijd waarin de omgeving er toch ook wat rijper voor is geworden. Want ik verwijs hier naar een verhaal uit de New England Journal, Mainstream Geneeskunde, waarin ook een hartstochtelijke oproep wordt gedaan in de 21ste eeuw. Laten we gaan tot reassembly. Laten we de patiënt weer in elkaar knutselen en niet alleen zoals we vanaf de 18e eeuw tot en met diep in de 20ste eeuw hebben gedaan en ook nu nog dreigen, alleen maar door reductionistische kokers naar een deel van die persoon te kijken. Nee, een oproep tot
rearranging, reassembly. En dat past heel goed bij dat complexiteitsdenken. En past ook uitstekend bij de geriatrie. Maar we hebben het hier over planetary health. Dit was een uitstapje. Waarom dan toch? Nou, omdat de mens natuurlijk onderdeel is van het systeem. En omdat het systeem eigenlijk heel veel kan leren over en weer. Kan ik leren van ecologie. En denk ik soms dat ecologie ook kan leren van de complexiteit toegepast in de geneeskunde. En je ziet dat hier in een complex plaatje van eigenlijk het ecologische systeem, waar mensen al in de jaren 70 in de gaten hadden van je moet je niet richten als je een systeem in evenwicht wilt brengen in de ecologie op één enkel soort. Nee, je moet ecologisch beheer veel slimmer aanpakken. Nou, dat hadden wij in de geneeskunde nog niet bedacht. Maar je ziet wel dat die complexiteitsgedachten dus verplaatst worden. Dat die ook gaan worden geadapteerd eigenlijk in de geneeskunde. Dat je uiteindelijk over en weer, wanneer je ook dezelfde termen en dezelfde tools gebruikt, veel sneller tot gezamenlijke oplossingen op een heel groot, op het planetary health niveau kunt komen. Nou, binnen dat complexiteitsdenken speelt resilience ook een heel belangrijke rol. En dat is ook, dat was al zichtbaar bij meneer De Bruin eigenlijk, die resilience die aan de ene kant groot is en aan de andere kant kleiner wordt. Maar resilience wordt eigenlijk in alle wetenschappen, op alle domeinen gebruikt. Is ook wel een deel daardoor lastig, in de zin van er zijn zoveel verschillende betekenissen aan. En daarom nog even terug van wat is nou een generieke en wat is de meest gebruikte definitie die er aan wordt geplakt. Dat is resilience eigenlijk als vermogen om je aan te passen naar een fysieke, mentale of sociale verstoring. Naar een stressor op het systeem, op dat complex adaptieve systeem. En dat is dus niet zomaar een tegenhanger van kwetsbaarheid. Omdat er ook veel positieve krachten gebruikt kunnen worden. Juist in dat herstelvermogen, in resilience. Dus niet alleen gerelateerd aan slechte uitkomsten. Wat we in de geneeskunde natuurlijk bij voorbaat altijd doen. Zoeken parameters die vooral de slechte uitkomsten voorspellen. En daar willen we ook in de geriatrie juist toe naar resilience. Omdat daar ook de positieve power, de krachten, mentale, maar ook fysieke krachten in worden meegenomen. Om het systeem weer in een beter evenwicht te krijgen. En daarom ook om die positieve kant te benaderen is resilience ook een heel interessant begrip voor het planetary health denken. Dit is een figuur die eigenlijk dan aangeeft hoe je resilience concreet kunt maken, hoe je het kunt beschrijven. En je ziet hier een dramatisch voorval van de Kensington Tower in Londen, 5 jaar geleden. Een brand in een slecht onderhouden woonflat, die uiteindelijk meer dan 70 mensen het leven heeft gekost. Maar ook heel veel impact heeft gehad, de brand zelf, maar ook alles daarna op die hele wijk. En daarin kun je dus ook het begrip resilience gebruiken. Je ziet hier de groene lijn, dat is zeg maar een heel resilient systeem. Er is natuurlijk door zo'n brand een enorme verlies aan mensenlevens, verlies aan sociale functie. Maar dit systeem krabbelt snel weer overeind en bereikt hetzelfde niveau weer, hetzelfde functionele niveau van zo'n community, dat zou je hier kunnen aangeven op de y-as, als daarvoor. Een slecht resilient systeem heeft nog veel meer last van zo'n brand, zo'n stressor, en herstelt veel trager en niet helemaal. En dat zijn dus verschillende maten van resilience die je kunt onderscheiden. Niet alleen bij mensen, want je kunt hier ook een valpartij of een infectieziekte, een COVID-ziekte van een meer en minder resilient persoon inlezen. Maar je kunt dat ook op het grotere niveau van andere complexe adaptieve systemen volgen, zoals de Kensington Tower. En hier zie je de Grenfell Tower. En hier zie je het vervolg in de Kensington Town Hall, dat was de wijk. Na die brand
waaruit groot tumult blijkt natuurlijk. Iedereen is heel erg ondersteboven ervan. Maar ook allerlei functies in die wijk blijken ineens niet meer te kunnen worden uitgevoerd. Heel veel materieel moet naar die brand, moet dat herstellen. Heel veel mensen zijn niet meer in die community aanwezig. Dus er is ineens een enorme dip in het functioneren. Wat je dus vooraf helemaal niet wist, omdat die resilience, die is onder de oppervlakte. Die zie je niet als alles zonder stressor netjes blijft functioneren. Dus het is heel moeilijk om een systeem wat niet gestrest is, om daarvan in te schatten hoe resilient het systeem is. Nou, je kunt dat nog wat verder verduidelijken. En hier is dat bijvoorbeeld met de New Orleans Katrina-ramp, de overstroming. En op dezelfde manier heeft daar Links in Amerika een concept van gemaakt. En die heeft ook terecht erop gewezen dat je eigenlijk die resilience, als je hem zou willen kwantificeren, ook zou kunnen zien als de oppervlakte onder die resilience curve. Dus hoeveel tijd, hoe meer tijd je nodig hebt, hoe groter eigenlijk die oppervlakte zal gaan worden en hoe eigenlijk groter de aanslag op de samenleving is. En hetzelfde kun je doen ook bij COVID. Je kunt daar bij COVID, zoals we nu aan het doen zijn bij een NWO-studie, ook daar kun je resilience curves maken en kun je kijken hoe je een systeem meer resilient kunt maken en die oppervlakte onder de curve die dan zal toenemen, de resilience, hoe je die kunt proberen te vergroten. Nou, dat is allemaal nog niet gemakkelijk, want je hebt het dan al over een samenleving als systeem en we weten allemaal hoe ontzettend moeilijk het is om de samenleving in als systeem te beïnvloeden. Dus samengevat, complexity science is op zich al nuttig doordat het veel theorie en methode aanlevert om die complexe adaptieve systemen in beeld te krijgen. Computational science is daar een belangrijk tool, netwerkanalyses. Maar het is ook belangrijk omdat daarmee dat denken over resilience dichterbij komt en je dat kunt bestuderen. Een van mijn grote voorbeelden daarbij is Martin Scheffer, een wetenschapper uit de ecologie. En ik heb daar ook wat mee mogen samenwerken. We hebben zelfs een gezamenlijke promovenda gehad, terwijl hij eigenlijk marinebioloog is. Op zich is dat al heel erg grappig natuurlijk, dat je vanuit de geriatrie met marinebiologen kunt samenwerken. En dit is eigenlijk een plaatje van Martin Scheffer, die zich de vraag stelt, kunnen we nou die resilience voorspellen en kunnen we die verbeteren? Zonder dat we het systeem breken. Dat is natuurlijk het belangrijke en dat is de metafoor, de vaas. Je kunt de kwetsbaarheid of het herstelvermogen van de vaas wel proberen na te gaan door er tegenaan te tikken, maar je moet er niet al te hard tegenaan tikken. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de resilience van het menselijk systeem, van de planeet. Ook daar kun je natuurlijk heel veel metingen doen, maar je bent daarin begrensd in wat je kunt doen. In tijd, in ruimte, in middelen, maar dus ook in de ernst van de stressor. Nou, je kunt wel proberen dat resilience wat dichterbij te krijgen door in feite proefnemingen te doen en in systemen. En Martin heeft dat gedaan in meertjes. Zijn bekendste onderzoek is eigenlijk het bestuderen van blauwalgen, de waterbloei in systemen waar je een meertje hebt. Wat in de zomer, in deze periode, wanneer de temperatuur hoger wordt, wat ineens omslaat van groen naar blauw. Niet een heel geleidelijke overgang, maar een tipping point van groen naar blauw. En daarin heeft hij ook allerlei laboratoriumstudies gedaan om dit soort resilience probes in feite te bestuderen. En ja, daar heeft hij natuurlijk in de biologie heel veel voorbeelden van die wat makkelijker te manipuleren zijn, zoals de achtergrond van deze chameleons. Die kun je veranderen en op die manier kun je ook resilience en adaptief vermogen in beeld krijgen. Nou, dit is Martin nog even met zijn boek Critical Transitions in Nature and Society. Hij is er vervolgens onafvolgbaar sterk in om ook wat hij in het laboratorium heeft kunnen laten zien, om dat ook toe te passen op veel grotere schaal. Dus hij heeft allerlei andere studies gedaan
van zeg maar de Indianen in Zuid-Amerika en de resilience in hun woonsituatie tot met Twitter-accounts, et cetera. En hij heeft dus ook in de geriatrie met ons meegewerkt en weet daar dan op onafvolgbare wijze ook nog allerlei Nature, Science en PNAS-publicaties van te maken. Dus een aanrader om eens te bestuderen wat hij heeft geschreven. Marcel, mag ik een vraag stellen vanuit de chat? Zeker. Dankjewel. Zeker verhelderende vraag. Hoe de maatschappij dan gemeten wordt als je die resilience wil kwantificeren met die area under the curve. Dus op wat voor eigenschappen wordt dat dan beoordeeld? Ja, dat is een buitengewoon belangrijke vraag. Van hoe kun je nou resilience van de maatschappij meten? Er is niet één maat. Dat is, moet meteen duidelijk zijn. Er is niet één maat om dat te doen. Wat Link heeft voorgesteld, en hij heeft dat ontwikkeld dus na de Katrina-vloed, is je kunt het functioneren van de samenleving in allerlei indicatoren vertalen. Dus je kunt kijken van, nou, hoe is het nou met de beschikbaarheid, de toegankelijkheid van gezondheidszorg? Hoeveel bedden zijn er open op dag X? Je kunt hetzelfde doen voor eigenlijk bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening. Is de elektriciteitsvoorziening op orde? Zo kun je de hele samenleving, eigenlijk de belangrijkste functies van een samenleving, in een aantal kernindicatoren proberen te pakken en die real-time kwantificeren en volgen. En op die manier, als je dat weegt, een gewogen indicator daarvan maakt, kun je zelfs voor Amerika, zoals hij dat heeft gedaan, en dan ook nog weer in Amerika voor alle staten en regio's apart, de resilience volgen. Nou, dat is een manier om resilience volgens Link, zeg maar, operationeel te krijgen. Maar je moet voor ieder systeem dat opnieuw bekijken. Van wat is meest passend? En vooral gaat het dan om het uitdrukken van het functioneren van het systeem, terwijl het nog in een zeker evenwicht is. Dat wil je eigenlijk kwantificeren, want die functie die gaat dus veranderen. En de snelheid van daling van wat jij belangrijk vindt aan de functie van het systeem wil je kunnen volgen. En dan aan het veranderen in de tijd kun je in feite de resilience berekenen. Ja, is het dan bijvoorbeeld geluk of participatie of inkomen? Zijn dat soort parameters, Marcel? Dit is eigenlijk wat je samen beslist. Als mensen die de samenleving uitmaken. Als je vindt van het functioneren van de samenleving is heel erg bepaald door het algemeen welzijn wat mensen ervaren, dan moet daar zeker een component van inkomen. Dus het is het meest spannend en realistisch is om dat niet top-down vast te stellen eigenlijk van wat vind ik belangrijk aan de samenleving. Ja. Maar je kunt het ook op kleinere schaal doen. Je kunt ook de resilience van het Radboud UMC proberen vast te stellen. Van welke functies moet het Radboud UMC in ieder geval in de lucht houden. Wanneer er iets gebeurt, wanneer er een catastrofe is. Dus zo kun je in- en uitzoomen en van verschillende systemen de resilience proberen hard te maken. Dankjewel. Nou, Martin Scheffer doet dat nog steeds met heel veel ambitie in de ecologie en schrijft daar dus over. Tipping points is daarbij een van zijn belangrijkste dingen. Nou, we kennen het allemaal van Malcolm Gladwell. Die heeft de tipping points ook toegankelijk beschreven. Begint met het hushpuppy verhaal. Waarom worden hushpuppies ineens weer helemaal interessant? Nou, we kennen dat wel van rages. En bij rages kun je dus eigenlijk zeggen van er is ergens een tipping point waarin het systeem verandert en in een ander evenwicht komt. Nou, dit is een plaatje van Martin Scheffer, een modelplaatje, waarin je hier zo'n complex adaptief systeem ziet. Uit verschillende agents, dat kunnen mensen zijn, dat kunnen organen zijn, die zijn gekoppeld, die hebben een relatie, maar die is losjes aan deze kant. En die is zo los dat de doelen, de kleuren, de doelen van deze agents zijn niet allemaal hetzelfde. Die streven hun eigen setpoint na. Wat je dan ziet als je zo'n systeem gaat stressen, als daar iets gebeurt, dan zie je dat eigenlijk meteen vanaf dat er een stressor optreedt, daalt de functie van dat systeem. Heel geleidelijk. De tegenhanger is een complex adaptief systeem met heel veel interacties, met heel sterke koppeling tussen de agents. En die agents, die mensen,
of organisaties die ook allemaal dezelfde doelstelling hebben. En zo'n systeem is veel robuuster, kan veel meer stress aan. Bij de eerste fase van stress gebeurt er niets. Het nadeel is wel dat als het systeem helemaal gestrest, te veel gestrest wordt, dat je een tipping point krijgt en ineens een ander evenwicht ontstaat. Dus zolang je in deze fase zit, is zo'n soort systeem aantrekkelijker. Nou, dat zie je op heel veel manieren zie je dat terug, dat organisaties nastreven om steeds meer verbinding te krijgen. Zoals Apple dat bijvoorbeeld ook doet, door zich aan alles te verbinden, zoals heel veel commerciële organisaties dat doen. Hoe meer ik verbonden ben met andere organisaties, hoe stabieler ik word, hoe makkelijker ik stress in de markt kan weerstaan. Nou, en dan krijg je dus verschillende landscapes, kun je daarmee voorstellen. Meer en minder resilient. Dit is zo'n resilient landscape, maar dit is helemaal niet een resilient landscape. En daar kun je met die resilience indicatoren dus ook kwantificeerbare modellen van maken, zoals we dat eigenlijk ook uit het bankwezen al heel lang kennen bij stresstesten van banken of bankensystemen. Die bestonden al gevoed door alle crisissituaties, had men dat eigenlijk al geoperationaliseerd. Nou, we hebben daar ook in de geneeskunde en in de geriatrie wat onderzoek naar gedaan van hoe kun je dat nou dichterbij krijgen. We hebben bloeddruktesten gedaan, heel simpele test. Mensen een tijdje laten liggen, dan laten staan. Dat is een stressor. Een houdingsverandering is een stressor voor de mens. En die reageert daar prachtig op meestal met heel snel bloeddrukherstel. Bloeddruk daalt even en herstelt daarna eigenlijk tot het oorspronkelijke niveau. Maar bij oudere mensen zijn die regelsystemen lang niet allemaal even goed. En zie je dat soms de bloeddruk heel traag maar herstelt. Of zelfs bijna niet herstelt tot een uur, anderhalf uur nadien. Nou, we hebben deze mensen gevolgd en het blijkt dat dit ook heel goede voorspellers zijn voor de overlevingskansen van deze mensen. Dus hoe minder herstelvermogen, hoe eerder die mensen eigenlijk ook overlijden. De blauwe mensen hadden een veel slechtere survival curve. Nou, dat bracht ons op ons eigen terrein van dynamische resilience indicatoren. Die hebben we onder andere gemeten bij de mensen die de vierdaagse liepen, oudere mensen die de vierdaagse liepen. 30 kilometer moeten ze lopen en aan het eind van zo'n dag lieten wij ze op een balansplaat staan. En dat is dan hier de stressor. Blijf stilstaan op die balansplaat met zeer vermoeide spieren na 30 kilometer wandelen. En de sway, dus het balanceren heen en weer, dat namen wij als een resilience indicator. En we vergeleken die mate van reageren op die stressor, op het stil moeten blijven staan als stressor. En we keken of de mensen die een grotere verstoring hadden, die daar veel meer moeite mee hadden, die eerder uit balans waren, hoe die het deden over de tijd. En het bleek dat ook dat zo'n simpele maat deels gecorreleerd is met hoe die mensen na een jaar eigenlijk overleven en of ze wel of niet bijvoorbeeld allerlei hulpmiddelen en hulp in hun dagelijks leven gebruiken. Dus dat bracht ons in ieder geval steeds op dat spoor van resilience is nuttig als een soort concept om complexe systemen te bestuderen. En tipping points zijn daarbij belangrijk. Die komen voor en die zijn al aangetoond door Martin in de ecologie en het klimaat, maar die zie je overal om je heen eigenlijk. Die zie je ook op de financiële markten. En die zie je ook op YouTube wanneer iets viral gaat bijvoorbeeld. En die zie je dus ook in ziektemechanismen. Nou, daar is veel discussie over. En zoals altijd, denk ik, is er terecht ook voortschrijdend inzicht. En blijkt niet alles zomaar gelukkig in de natuur volgens tipping points te verlopen. En daar is misschien Martin wel iets doorgeschoten in zijn denken van tipping points. En er komt gelukkig ander goed werk van Rietkerk en anderen, ook uit Wageningen in Science vorig jaar. En die laat zien dat gestreste ecologische systemen, die hoeven niet via zo'n tipping point ineens helemaal in elkaar te zakken. Het blijkt in het onderste plaatje, en dat heeft hij ook gedocumenteerd met savannes bijvoorbeeld, dat die systemen meer resilient en heterogeen kunnen gaan worden. Dat die in die bocht van het tipping point ontwikkelen zich toch in geografische eenheden
verschillende typen van evenwicht. En het is niet zo dat het hele systeem uniform vervolgens hoeft te deraillen, hoeft te ontsporen. Nou, dat is op zich denk ik een heel gunstige en optimistische blik, want er zitten natuurlijk in allerlei klimaatvoorspellingen ook heel veel tipping points. Maar het zou dus kunnen zijn dat, ja, we weten dat niet, want het zijn allemaal modellen, dat in de bocht van die tipping points er toch deelsystemen met nieuwe evenwichten ontstaan. En dit is uit die studie van Rietkerk, die dus savanne, woodland en verdroging daarvan heeft bekeken. En dan zie je in die vegetaties verschillende systemen ontstaan die toch wat meer resilient zijn dan het systeem als geheel. Nou, dat brengt me dan bij van, ja, wat moet je met deze kennis? Hoe moet je hier eventueel mee handelen? Wat kun je doen vervolgens? Met name vanuit het perspectief van planetary health. Hoe kun je resilience dan vergroten? Dat is natuurlijk een grote uitdaging. Dat vraagt in ieder geval interdisciplinair werk, denk ik. Dat is voor iedereen duidelijk. Hè? Planetary health is per definitie interdisciplinair, want je verbindt twee werelden, de omgeving en gezondheid. Daar heb je verschillende professionals voor nodig. Wij hebben geprobeerd dus vorig jaar daar ook wat dingen voor aan te reiken. Ook een doel gesteld met die andere tijdschriften. Maar dat alleen is natuurlijk niet genoeg. Het is iets van awareness. Er zijn gelukkig wel heel krachtige uitspraken gedaan in die tijd. Toch aardig om daar nog even op terug te blikken. En bijvoorbeeld een directeur-generaal van de WHO die zegt dat de risico's van klimaatverandering, dat die eigenlijk ziektes zoals COVID tot een dwerg zullen maken. Tot een dwergprobleem. En in feite is dat natuurlijk ook zo, te meer daar het bij klimaat en bij planetary health veranderingen gaat om iets wat veel langer duurt in ieder geval, wat veel minder snel zal reageren dan een COVID-pandemie. Nou, ook de New England Journal en alle toptijdschriften, editors, die hebben daar enorm de lans voor gebroken. En hier ook Rubin van de New England Journal, maar ook de Lancet heeft natuurlijk daar al een paar jaar een eigen tijdschrift, de Lancet Planetary Health, in de lucht getild om te onderstrepen hoe belangrijk dat is. Dus dat belang, dat dringt langzaam door, is nog niet generiek natuurlijk in de gezondheidszorg, in de geneeskunde. Die interacties naar twee kanten, dat is groeiend, maar dat is een van de stappen, denk ik, van actie. Dat moet nog veel sterker, dat moet nog veel duidelijker. Nou, hoe kunnen we dan verbeteren? Resilience, daar blijkt uit die fysiologische aspecten, en dat is ook iets wat Taleb eigenlijk in zijn boeken al heeft beschreven, over de anti-fragility. Je moet een systeem, een complex adaptief systeem, wat je meer resilient wil maken, moet je eigenlijk een beetje prikkelen. Moet je een zekere mate van stress geven. En dat is wat we ook meestal doen bij een preventieve lifestyle. Hè? We gaan bewegen, niet omdat het nou ieder ogenblik het leukste is om te doen. Je prikkelt het systeem, je maakt het systeem moe, je maakt het zuur. Maar dat is wel de manier, en dat heet eigenlijk hormesis. Dat is de manier waarop je een systeem vervolgens zich beter laat herstellen en dat niveau zelfs boven het oorspronkelijke niveau kunt krijgen. Nou, dat is waanzinnig moeilijk, dat weten we ook uit de preventie natuurlijk, om dat zover te krijgen dat mensen dat willen. Dat ze die drempel over willen, letterlijk en figuurlijk. Dus dat vraagt veel patiënteducatie. Dat vraagt educatie van ons allemaal. Uiteindelijk levert dat, als we meer gaan bewegen, ook reductie van waste op. We gebruiken minder energie. En we zijn veel gezonder bezig als we op individueel niveau al onze resilience willen vergroten. En in de geneeskunde, maar ook voor het individu, zeker met onze obesitas geldt, dan less is more. En nou, in het voetspoor daarvan kunnen ziekenhuizen natuurlijk ook sterk werken aan resilience. Om te beginnen ook om dit in onderwijs op te nemen, dat hele denken. Omdat het heel erg nuttig is eigenlijk op alle fronten, maar dus ook op die planetary health. En om ook te doen wat je in feite zelf predikt, dus ook in je eigen beleid. Zorgen dat je impact op de omgeving vermindert.
Het gezondheidszorgsysteem kan het natuurlijk ook adopteren, kan er ook heel veel aan bijdragen. Diezelfde preventieagenda is weer iets wat, als je hem slim uitvoert, op meerdere fronten effectief is. Bijvoorbeeld iets als innovatie. Ik denk dat er veel te veel innovatie wordt uitgerold. Er wordt veel te snel innovatie als belief, als product omarmd. En vervolgens wordt daar heel veel energie in allerlei vormen ingestopt, wat uiteindelijk niet een vraag beantwoordt die heel relevant is. Ik denk dat we veel slimmer en spaarzamer eigenlijk met innovatie uitrol moeten omgaan. En niet uiteindelijk nastreven dat alles wat aan leuke ideeën bedacht wordt, dat het ook gaat landen. En we moeten, denk ik, zoals ook het WRR-rapport onlangs heeft gezegd, we moeten een overheid hebben die veel vaker een rechte rug laat zien. We hebben dat onlangs nog geïllustreerd aan de protonencentra in Nederland. Hoogtechnologische radiotherapie, die voor een heel klein groepje patiënten iets kan doen, maar waar voor 150 miljoen 3 protonencentra in Nederland zijn opgetuigd, die bij lange na niet het aantal patiënten kunnen aantrekken dat ze eigenlijk beoogd hebben, dat ze hebben afgesproken. Met als gevolg enorme waste in feite op allerlei fronten, maar ook van de omgeving. Dus daar ligt ook voor de overheid en voor het gezondheidszorgsysteem een grote uitdaging. Samenleving als geheel, om te beëindigen, naar generaties verbinden natuurlijk is cruciaal, waar het gaat om iets doen aan resilience, omdat het natuurlijk de oudere generatie minder hard zal treffen, maar de jongere generatie moet ermee door, terwijl de middelen en de zeggenschap ligt nog bij die oudere generaties. Dus dat is een geweldige spanning als je daar niet verstandig mee omgaat. Toch zijn we van elkaar afhankelijk en kunnen we vooral samen, zeg maar, de slagkracht ontwikkelen om er wel effectief in op te treden. En simpele statements, simpel opgeschreven, maar waanzinnig moeilijk te realiseren natuurlijk. De vervuiler betaalt, de gebruiker betaalt. Daar moeten we met z'n allen toch naartoe, linksom of rechtsom, willen we hier stappen maken. Om af te ronden, hoe ging het al met mijn meneer De Bruin toen ik in de weekenddienst bij hem kwam? En dat is eigenlijk een metafoor natuurlijk. Hoe gaat het met de aarde? Hoe gaat het met het systeem? We staan hier en je wordt in het weekend geroepen, terwijl meneer De Bruin toenemend kortademig is. Wat is zijn resilience? Kan hij nog herstellen of kan hij niet herstellen? En dat zijn de vragen die we ons natuurlijk stellen, ook voor de aarde als klimaatsysteem, als ecologisch systeem. Hoeveel schade kunnen we toebrengen? We zullen dat niet weten. Dus je moet hier handelen naar beste kunnen, naar beste inzicht, met, zeg maar, binnen de geneeskunde dan een paar kompassen, zoals het niet schaden en het wel doen, maar op groter niveau hebben we andere kompasspelregels nodig. Heel spannend, maar uiteindelijk ook iets wat natuurlijk heel veel goeds kan doen als we daar met z'n allen de juiste keuzes kunnen maken. In ieder geval meneer De Bruin heb ik mee gesproken en hij voelde eigenlijk zelf dat dit waarschijnlijk zijn laatste decompensatie was. En hij zei van, laat me maar, het is goed geweest, ik wil afscheid nemen. Dus die foto die ik had genomen, die was eigenlijk, achteraf bleek die 6 uur voor zijn overlijden te zijn genomen. En hij is rustig overleden, 6 uur nadat ik deze foto met zijn toestemming heb kunnen maken. Dus, Planetary Health, how to continue. Het is duidelijk dat we een grote opdracht hebben. Niemand weet precies waar het naartoe gaat. Maar het is wel heel erg belangrijk om er samen aan te werken. Een van de elementen is werken aan een resilient systeem. Natuurlijk ook aan het reduceren van de stressoren. En allerlei andere acties die we samen nodig hebben om de planeet en onze gezondheid, die planetary health, in evenwicht te houden. Dank jullie wel voor de aandacht. Dank Marcel. Super helder verhaal. Direct een vraag. Ik zag op jouw slide met innovatie, zag ik Fit for Surgery en GLI.
Voor mensen die dat niet kennen, dat staat voor gecombineerde leefstijlinterventie. Zijn dat innovaties die jij juist wel aanmoedigt? Of begreep ik het dan verkeerd? Dat is een heel goede vraag. Fit for Surgery is natuurlijk iets wat heel erg populair is nu. Dat is het trainen van mensen voor grote ingrepen, operaties of eventueel chemotherapeutische periodes. Ik denk dat als innovatie heel nuttig. Er zijn ook al een paar studies die aangeven dat het effectief kan zijn. Het grotere gevaar bij Fit for Surgery is dat het wordt omarmd en dat het ineens voor iedereen een must wordt om dit te gaan doen. En daar is het een voorbeeld van zo'n innovatie die dichtbij een belangrijk punt staat van hoe groot moet dit nou worden, hoeveel moeten we erin investeren voordat we daar ook allerlei waste gaan creëren. En dat is meer waarom ik het noemde, naast de GLI, ook zo'n innovatie die, en daarvan weten we al iets meer, die is door de overheid en door de ziektekostenverzekeraars massaal omarmd, terwijl in de praktijk blijkt dat vrijwel niemand van de GLI echt kan profiteren. Dat het maar heel weinig wordt gebruikt. De verzekeraars kunnen aan de straatstenen de GLI niet kwijt. En vervolgens de mensen die de GLI gebruiken, daar is maar een klein percentage wat blijvend tot gedragsverandering en gewichtsafname kan komen. Dus we moeten heel kritisch durven zijn in een tijd waarin we de middelen aan goede dingen moeten uitgeven en zo weinig mogelijk waste moeten reduceren. En dat is ook een belangrijke opdracht. Daarom noemde ik hem eigenlijk voor de geneeskunde, voor de gezondheidszorg. Omdat wij in een heel erge innovatie-drive-modus zitten. Hoe kunnen we nou toekomstige zorgverleners prikkelen om die resilience te kweken of te vergroten? Ja, dat is een heel belangrijke vraag. En dat begint denk ik toch bij het herkennen van een verhaal. Een verhaal in je eigen discipline, een verhaal in je eigen omgeving, je eigen patiënten. En daar dit gereedschap in kunnen herkennen en vervolgens ook de parallel zien met de steeds groter wordende wereld. En we worden natuurlijk toch als arts worden we opgeleid en kiezen we zelf voor eigenlijk de biologie en geïntegreerd raken bij dat eerste blokje. En daar zit denk ik ook de eerste aanknoping met mensen sensibiliseren voor public health en voor alles eromheen. Maar ik denk dat we de mechanismen eerst in dat kleine domein moeten proberen zichtbaar te maken. En dan kunnen we denk ik verwachten dat het ook daarbuiten enige uitstraling kan krijgen. Ja, en als we het naar een niveau hoger tillen, zijn verzekeraars of andere financiers hier ook aan zet? Dat vraagt Martin. Ik hoor heel vaak dat de financiering natuurlijk een hele belangrijke rol speelt. We hebben natuurlijk een vrij ingewikkelde financiering. Tenminste, ik als leek vanuit de buitenwereld kijk zowel naar de gezondheidszorg met duizenden van die combinaties van behandelingen. Dus hoe zouden verzekeraars ook een financiële prikkel kunnen geven om met name die preventie en het ontwikkelen van resilience dus een boost te geven? Heel vaak gaat het toch wel om geld en om verdeling van geld. Ja, nee, absoluut. Dat is een heel belangrijke motor voor verandering. Dus ik denk dat verzekeraars zeker de verantwoordelijkheid zouden moeten nemen op allerlei niveaus. Waar ze nu al een beetje mee bezig zijn, is het aandringen op zorgevaluatie. Dus zorgen dat alleen die zorg verzekerd en vergoed wordt waarvan aantoonbaar ook is aangebleken dat die werkt. Maar dat is nog veel te zacht, dat is nog veel te zachtmoedig, afhankelijk van de goedwillendheid van de organisaties om eigen zorg te evalueren. Dat moet gewoon een financiële prikkel krijgen, denk ik. Waarop je ook uiteindelijk die zorg die niet effectief is, of voor die groepen waar het niet effectief is, moet durven snijden. En vervolgens kun je natuurlijk ook prikkels zetten op hoeveel vervuil jij eigenlijk? Hoeveel produceer jij ten opzichte van andere ziekenhuizen, andere benchmark-organisaties? Dus ik denk ook dat het hele systeem evolueren, niet alleen kwaliteit van zorg op patiëntniveau, maar kwaliteit van zorg op gemeenschapsniveau moet gaan krijgen. Veel meer een circulair bedrijf in feite, waar het nu nog een eendimensioneel bedrijf is, waar de patiëntfactor het enige is wat telt. Ja, dat kan natuurlijk niet waar alle andere bedrijven overgaan naar een soort circulair denken.
Ja, misschien een kleine toevoeging ook vanuit het risicodenken. Ik merk heel vaak, mijn vrouw die werkt al jarenlang in de zorg, dat het kwaliteitsdenken natuurlijk ook heel dominant is en het veiligheidsdenken. Dus bepaalde medicijnen die op een nachtkastje hebben gelegen en niet gebruikt zijn, die worden toch weggegooid omdat het, voor de veiligheid om het dan maar zo te zeggen. Dus ik denk ook dat er wel een mentaliteitsverandering vraagt aan denken over kwaliteit en denken in risico's, om die manier dus ook de verspilling toch verder tegen te gaan. Marcel, ontzettend bedankt voor dit verhaal. Ik denk dat voor veel mensen dit hele nieuwe materie is. En dankjewel voor die inleiding. En iedereen ook hartelijk dank. En hopelijk zien we jullie terug volgende week. En tot dan.